Ja, blijf dan gewoon stilstaan, Rotjong. Zo, vanuit Haarlem zijn we opeens in het oh zo mooie Spanje. Ik kan hier niet gymmen zonder jou. Slap. Leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Kratje naar Sixpack. En deze week is het week 6 dat ik dus gezond aan het leven ben. Ik moet zeggen, het gaat hartstikke goed. Ik ben echt heel erg blij met mijn resultaten nu al. Maar het wordt tijd om eventjes een tussenmeting te doen. Dus ik ga richting Haarlem naar Hidde. En dan gaan we eventjes een tussenmeting doen. Kijken wat er tot nu toe is gebeurd. En kijken wat er nog moet gebeuren. Want ik heb nog ongeveer 2 of 3 weken tot ik de shoot ga doen. Dus ja, ik moet nog wel even aan de bak, denk ik. Maar goed, we gaan het zo zien. Daar zijn we, jongens. We gaan een tussenmeting doen. Ja, blijf dan gewoon stilstaan, Rotjong. 81,7. 10, 21, 12,5, 16, 13. Oké, we hebben dus nu alles hier ingevuld en we begonnen inderdaad, waar begonnen we mee? Wat was het? 25% vet? Ja. En nu hebben we 16% vet, jongens. Het gaat de goede kant op. En ik was vanochtend was ik 80,9 en hier was ik 81,8. Ja. Ik denk zelfs dat als ik hem op nuchtere maag zou meten, dat je vetpercentage wat lager uitkomt. Denk je? Ja, zeker. Want nu pakt hij in principe nog extra gewicht. Maar naar welk vetpercentage moeten we gaan? Wat moeten we nog doen? 10, nog 6 eraf. Nog 6% eraf? 0% vetpercentage, jongen. Nou ja, willen we blokken zien, dan moeten we wel naar 10. Oké, en we hebben nog 3 weken. 3 weken, jongens. Oké, dus we moeten nog echt. Dat wordt niet meer bellen met. Nee, af en toe belde ik Hidden nog, zei van ja, mag ik nog even cheaten of zo. Maar er is echt geen plek meer om te cheaten, jongens, want we moeten dus nog 6% vet af in 3 weken. Dus zijn dat? Hele tijd 3 weken. Ja. 21 dagen. Ja. Ja, dat kan prima, maar dan ga je 21 dagen lang ga je mij niet bellen. Nee, jou niet bellen. Mij niet bellen. Dit is mijn personal record, dit. Ja! Kom maar! Verliefdheid is een toverbal in meer dan 1000 smaken. Zo cupido je raken, sneer je van de daken. Hey, ik ken de tekst niet. Nou jongens, de training zit er weer op. Ik heb gisteren mijn benen gedaan en vandaag dus upper body. Maar de tussenmeting is dus wel heel goed. Want ik ben dus van 25% vet naar 16 gegaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik moet eigenlijk naar de 10% lichaamsvet. Dus ik heb nog wel eventjes te gaan. Dus het wordt nog een uitdaging. Ik heb echt geen ruimte voor nog cheat days en zo. Dus het wordt nu even pittig. Zo, vanuit Haarlem zijn we opeens in het oh zo mooie Spanje. Ik ben voor een andere video ben ik mijn oma gaan verrassen hier. Ik ging haar stalken en daarna verrassen. Maar ik ben natuurlijk nog steeds bezig met van kratje naar sixpack. Dus er moet wat gedaan worden. Dus we gaan nu naar de bergen en we gaan een wandeling maken van 2 uur lang. Heel lang. Nog langer. Oh, van nog langer. En een wandeling is echt heel goed voor je. Dus dat gaan we doen. En we gaan misschien morgen gaan we nog even naar zo'n... Want iets verderop is er zo'n strandgym, weet je wel. Met van die rekken en zo. Dus dan gaan we daar ook eventjes gymmen. Maar we moeten natuurlijk wel bijhouden. En ik ben natuurlijk nog steeds hier gewoon op mijn eten aan het letten. Dus niet geen patat, geen hamburgers. Maar inderdaad gewoon vis. Van die gamba's en zo. Jongens, even doorzetten. Want ook op vakantie moet er gewoon gewerkt worden. We zijn dus eventjes naar een dorpje gereden. En vanaf hier gaan we dus lopen. Maar dit zijn de eerste trappen. En ik voel het nu al in mijn bovenbenen en mijn kuiten. En dit is pas het begin. We moeten nog even. Nou jongens, we zijn nu naar boven gelopen. En hier pas begint het, de echte route, zeg maar. Maar ik ben nu al kapot. Kijk, geen selfie stick mee. Niet op slippers. En geen hak aan. Mam, heb je geen hak aan? Nou ja, zeg. Top. Poeh. Kijk eens even waar we zijn, jongens. We hebben het gevonden, jongens. Het pad. En we zijn aan het lopen, maar jongens. Kijk even hoe mooi het uitzicht hier is. Met het mooie witte dorpje hier op de voorgrond. We hebben nog een stukje te gaan. Maar ik weet nu al, dit is heel goed voor mijn verbranding. Zo, jongens. Dit is een stel stukje. Dit is echt een goede training voor je bovenbenen en kuiten en zo. Potjandori. Zo jongens, het wordt hier een stuk hoger. En nu gaat het ook over op echt van die hekken. Zo jongens. Kijk, dit is best wel pittig hier. Daar tussen de bomen zien jullie een brug. En daar gaan we straks overheen lopen. Oeh, we zijn aangekomen bij de brug. Zo, we lopen nu op de brug jongens, maar hij wiebelt helemaal als je overheen loopt. Ja, ik weet niet. Je wiebelt heel erg op deze brug. Oh, kijk hoe diep hij is. Holy shit, jongens. Hier wil je niet vallen.
Het is net heel gek, die brug die bounced helemaal zo en die wiebelt. Kijk, hij gaat echt zo van links naar rechts. Als je hoogtevrees hebt, dan moet je dit echt niet doen. We zitten nu even lekker, we hebben net even lekker wat water gedronken, want we hebben de brug overleefd. En wat heel gek is, je hebt dus zeg maar hier de brug en dan loopt het hier nog een heel klein beetje door. En dan houdt het pad opeens op, dus dat is, ja, dat is gek. Maar dit is wel echt lekker jongens, voor je, gewoon voor je verbranding en ook voor je benen en zo. En we moeten straks, moeten dus zeg maar dat hele stuk dat we net hier naar beneden zijn gelopen. Kijk, ik weet niet of jullie daar door de bomen heen zien, maar daar liepen we dus heen. Dus we moeten nu zeg maar vanaf hier helemaal zo terug omhoog. En dat is best wel een pittige klim voor je benen, dus ik denk dat hij er trots op is. Maar goed, we gaan weer lekker terug. Daar zijn we weer jongens, aan het begin van het pad. We hebben het gehaald. Zo jongens, we zijn weer beneden. En we hebben echt wel even een tijdje gelopen. Hoe lang zijn we weg geweest? Het is nu 2:30. Zo, we hebben dus 2,5 uur hebben gelopen en ik ga even kijken hoeveel stappen ik heb gezet. 11.380. Zo. Dus we hebben met deze route 11.380 stappen gezet. Maar we zijn natuurlijk ook de hele tijd omhoog geweest en trappetjes gelopen, op en af. Oeh, maar jongens, ik ben best wel bezweet. Maar dat betekent wel dat het goed is voor de verbranding en dat ik weer even goed heb getraind, zeg maar. Hey. Wacht jij. Als je nog mee wil rijden. Ja, ga maar uit. Jongens, ik heb Hidde aan de telefoon. Hey, Hit. Hi. Hoe is ie? Hoezo? Alles goed. Ja, gewoon, ik vraag me af of alles goed met je gaat. Zo. Wat ben je aan het doen? Ik zit lekker op het strand. Jezus, gast. Nee. Wat doe je nou? Ik heb gewoon met je vader overlegd dit, hè? Jij zou ook gaan gymmen. Maar ik weet niet, zeg maar, ik kan hier niet gymmen zonder jou. Slap rot, joh. Als jij nu heel snel naar de gym gaat, dan kom ik je halen, heb ik. Dan ga je maar een vliegticket van mij halen. En dan ga ik zo om die kant op. Oké, sorry. Oké. Ja, ik ben het buiteltje tast anders, hè, rot, joh. Nee. Ik ga gymmen. Ik beloof het. Ja, ik ga nu gymmen, ik zweer het. Ik ga nu een sportschool zoeken. Oké, jongens, Hidde was echt heel erg boos op mij. Dus ik moet naar de sportschool. En we hebben er eentje gevonden hier om de hoek. Dus we gaan even lekker gymmen. En mijn pa gaat mee. Dus eventjes de spiertjes bijhouden, jongens. Daar zijn we. In de Spaanse gym. Met uitzicht. Met uitzicht, inderdaad. We zijn dus hier bij de Spaanse gym met uitzicht. En je hebt hier allemaal mooie apparaatjes. Dus we gaan even de pomp erin gooien. Oké, jongens, we gaan beginnen met bankdrukken eventjes. En we gaan even een uurtje sporten. Ik kan hier gewoon zo'n dagkaart nemen. En we gaan even alles doen. Dus even je borst, rug, misschien ook even benen, buik, armen. Gewoon even een uurtje helemaal volmaken. Niet alleen met je gezicht trainen, hè? Hey. Kom op, joh. Oeh, jongens, we zijn lekker bezig. En wat ik net ook al zei, we gaan gewoon een beetje van alles doen. Voor rug, buik, gaan zo even armen doen. Maar het is gewoon lekker om even op vakantie ook dan gewoon door te trainen, jongens. Want wat ik al zeg, er moet nog 6% vet af. En dat gaat niet vanzelf. Wat een arm, hè. Ga je straks eten, Vin? Gamba's pioepioe. Nee. Heerlijk. Veel eiwit in de gamba's, jongens. Dan moeten die daarin. Ja, die moet hierin. Dat was hem. We hebben even lekker bovenlichaam gedaan. Rug, armen. Dus we zijn even lekker opgepompt. En morgen is het donderdag en dan ben ik weer thuis, want we vliegen vanavond weer naar huis. Even lekker de spiertjes bijgehouden en de pomp zit er goed in, hè? Ja, lekker. Zo. Ging best snel een uurtje zo. Ja, we hebben even een goed uurtje getraind. Dus dat is lekker. En dan nu weer lekker gamba's eten en een stukje vlees. Oh jongens, ik ben zo verslaafd hier in Spanje aan gamba's piel piel. Dat is zo lekker in een olietje met knoflook en pepertjes. Heerlijk. We hebben lekker getraind, we hebben lekker lang gewandeld. Ik heb goed gegeten, veel vis en gamba's, goede eiwitten. Maar goed, het is tijd om lekker naar huis te gaan jongens. Dus ik vond het een geslaagde week. En ik zie jullie volgende week bij Van Kratje naar Sixpack. Later!